was een hele vrolijke dans. We dansen met muzikanten. En die wil ik ook even aan u voorstellen. Helemaal links staat Roelof met een stampstok. Harry met accordeon. Jantje met accordeon. En Els met van alles wat me lawaai maakt. En zonder de muziek zijn wij nergens. Zijn wij echt gehandicapt. Ben ik helemaal met je eens. Helemaal met je eens. We oefenen zo alvast een beetje een straatoptreden. Wij gaan over, vandaag over 14 dagen, vertrekken wij met de dansgroep richting Zweden. Waar wij meedoen aan de Europeade, een ontmoeting voor dansgroepen uit Europa. Waar 6000 dansers bij elkaar zijn. Daar verzorgen we met elkaar door de hele stad heen die dagen door. Straatoptredens, dus dit is alvast even weer een mooie oefening om op de straat te dansen. En we hebben een heel speciaal optreden in het Olympia Arena in Helsingborg. Waar we een optreden doen midden in op het veld. En dat is toch wel heel bijzonder om als klein groepje uit Exlo daarbij aanwezig te zijn. De volgende dans is een beetje een rustiger dans, een gedragen dans. En kijk elkaar graag even in de ogen, door een venstertje, de wenkbrauwen. Thank you.
Dankjewel, prachtig einde. Oh, allemaal zo mooi. Einde, heel verliefd. Hebben jullie allemaal een beetje verliefd gekeken naar elkaar? Moet ik nog even vermelden, dames en heren, dat wij hier ter ere van de Stichting 3B, activiteiten bundeling van Berenbotje, die bestaat 45 jaar, is opgericht in 1970, 2015, dus we bestaan 45 jaar en ter ere daarvan mogen wij hier op deze gezellige markt voor u dansen. Ria, volgende week hebben we eerst, voordat we naar Zweden gaan, SIFO gala, SIFO optredens, dus net als waar we naartoe gaan in Zweden, ietsje kleiner. SIFO internationaal volksdans in Oudoren, dus begint woensdag tot en met zondag, 29 juli tot en met 2 augustus. Wij beginnen daar ook, starten daar ook het galaavondprogramma en de rest van de dagen zijn daar allerlei activiteiten. Dus ik zou zeggen, allemaal naar Oudoren, dan ziet u nog veel meer volksdansen van een aantal Europese landen. Ja. Wij gaan wereldlanden, sorry. Ja, dit is Europa, ja, dit is wereld. Prima. Dames en heren, we gaan verder met de Serena Wals. Normaal dansen we altijd in een kring. Deze is nu schuin over dwars in de lengte, weet niet. Dan gaan ze. Kijk, dit is altijd heel leuk. Wie gaat er vooraan en hoe gaan we staan? Schuin over dwars. Helemaal goed. Deze dans heet het boksvoetje. En in rechte lijnen, dames en heren, opletten of ze wel een rechte lijn houden allemaal. Ja, hij kan de muziek. Gaat u gaan. Ja.
de, weer over op een wals. Dus de officiële naam is het de Spaanse wals, maar wij noemen het gewoon de Joep. Maakt niet zoveel uit, hè, in de zomer. Zomer mazurka. Ha ha ha!
gewoon met... Ja, dat was wel de laatste. Ja, ja. Dit was even een hele snelle voorjaarsmazurka. Hij had eigenlijk even iets langzamer gemoeten, maar goed. Als je eenmaal in dat ritme zit, dan valt het niet mee om dat terug te schroeven. Dit was eerst even het laatste dansje voor de pauze. We gaan even wat drinken en u ziet ons straks weer terug.